Ja, goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van VZM, de dagelijkse podcast van Voetbal International, waarin we jullie meenemen in het allerlaatste nieuws. Mijn naam is Jarno Verweij en ik zit op maandag wederom aan tafel met mijn grote vriend Pieter Zwart. Goedemorgen. Dit keer niet in Spanje. Dit keer niet in Spanje. Nee, ging er toch mooi de mist in, hè? Maar maandag zijn we er altijd, Pieter. Tuurlijk. En dan gaan we alles even bespreken en dan pakken we de Nederlandse clubs er uiteraard even bij. Laten we de topclubs er in dit geval specifiek uitlichten. PSV wint met 3-0. FC Twente zou de uitdaging moeten zijn, maar het is eigenlijk, of de uitdager moeten zijn, niet echt gebeurd, hè? Niet gebeurd, maar daar moet je denk ik... Ook voor de rode kaart, toch? Was de controle bij PSV? Ja, en daar moet je denk ik de credits voor geven aan PSV. Dat ze tot die rode kaart ervoor zorgden dat al die dingen waarmee Twente... We hebben Twente natuurlijk onder andere, maar deze ploeg was al een tijdje in de goalsvesten ongeslagen. We hebben ze onder andere zien imponeren natuurlijk tegen Ajax en tegen Feyenoord. Ja. En in die beide wedstrijden zag je denk ik twee dingen terug. Eén, dat druk zetten, dat... Ajax en Feyenoord hadden moeite lange tijd, zeker in de eerste helft, om er onderuit te komen. En twee was positiespel, dat zowel Ajax als Feyenoord hadden heel veel moeite om Twente onder druk te krijgen. Nou, als je dan die beide spelonderdelen pakt in het gedeelte dat er nog 11 tegen 11 was, vond ik het best wel indrukwekkend hoe PSV A de onderuit speelde. Eigenlijk met een hele simpele truc die Peter Bos toepaste, dat... Jerdy Schouten ging iets verder naar voren spelen, nam Sam Stein mee. En Veerman ging juist uitzakken. En dan zag je dat bij Twente toch wel twijfel ontstond. Want ze wilden, dat was wat ze bijvoorbeeld tegen Feyenoord heel goed deden, dat op een gegeven moment al Stein op zijn rookie. En dan ging in die wedstrijd Salilek iedere keer helemaal door op Mats Wiever. En dan stond het gewoon vast op het middenveld bij Feyenoord. Ja, gewoon echt koppels maken. Ja, ze kwamen uiteindelijk inderdaad in koppels terecht. En dat begint dan met Stijn en daarna een controleur die doorstapt. Zodat ze gecontroleerd in die koppeltjes terechtkomen. En dat kon nu gewoon iedere keer niet. Omdat die Schouten bewoog naar voren. Dan moest Stijn die moest eigenlijk mee. En dan zat die Keulo te twijfelen van moet ik nu wel door, moet ik niet door. En dan ging Veerman daar in zijn eentje het hele spel dicteren. En die ruimte is ook heel groot. En dan ga je ook wel twijfelen. Ga je naar door, ga je niet door. En dan laat je of de ruimte voor je heel groot of de ruimte achter je heel groot. Klopt. En daardoor was, wat denk ik Twente wilde, toch in die openingsfase van druk zetten, dat stadion erachter krijgen en zorgen voor die chaos, waarin ze normaal gesproken heel goed zijn in die openingsfase. En dat het totaal niet eigenlijk... gebeurde. En dat PSV er eigenlijk heel makkelijk onderuit speelde die druk. En het tweede is ook dat opbouwen van Twente zelf. Daar komt ook uiteindelijk die rode kaart uit naar zo'n situatie. Want dat ze ook niet de ruimte kregen om dat te doen. En dat Gusteel door vanuit het middenveld iedere keer door te stappen op een van die centrale. En tegelijkertijd die backs in de dekking te houden. En dat het Twente ook niet lukt om daar de vrije man te vinden. Dus ik vond dat... eigenlijk heel goed verzorgd bij PSV. Alleen het leverde in die eerste minuten voor die rode kaart nog geen kans op. Maar ik denk wel dat PSV gelijk had. Ik hoorde dat ook spelers na afloop zeggen. Dat ze die fout ook op een gegeven moment gaan maken. Omdat je staat continu onder druk. Ze konden geen rust vinden met de bal. Ze konden niet in de pressing situaties komen. Dus je loopt eigenlijk alleen maar achter die bal aan. En op een gegeven moment alles lang te trappen. Dan zit je niet lekker in de wedstrijd. Nee. En dan probeer je op een gegeven moment in een situatie op te bouwen waar dat eigenlijk niet kan. Met Mees Hilgers speel je hem iets te ver voor je uit. En dan is Lozano ook zo slim dat hij daar tussen zit. Natuurlijk een debiele tackle waardoor die rode kaart ontstaat. Daarmee was de wedstrijd wel gelijk even plat gezegd naar de kloten. Want het was wel een wedstrijd waar je op voorhand echt naar uitkeek. Ik had niet verwacht dat het eigenlijk zo ogenschijnlijk eenvoudig zou verlopen voor PSV, eerlijk gezegd. Sterker nog, ik had wel het gevoel van, ik denk dat dit het eerste puntenverlies gaat worden. Omdat Twente in eigen huis zo sterk is en zoveel indruk maakte. En dan vond ik vooral tegen Feyenoord, nog meer dan tegen Ajax. Ik weet niet hoe jij dat ziet. Maar eigenlijk een soort, voor mij was het een teleurstellende in die zin dat je had meer echt een wedstrijd willen zien. En dat PSV het dan zo oplost, gewoon heel knap. Maar het is nooit echt een wedstrijd geweest. Nee, en daar moet je denk ik de credits aan geven voor PSV. Helemaal als je hem denk ik... Het gaat natuurlijk veel nu over test, geen test. Is eigenlijk in die zin niet heel interessant, wat mij betreft. Ik denk dat je vooral moet kijken naar, waar staat dit PSV nu ten opzichte van vorig seizoen? Dat is toch bizar? En dan hebben ze een bizarre progressie gemaakt. Want als je vorig seizoen zag, hebben ze heel veel punten verspeeld. Juist in die wedstrijden tegen teams uit het rechte rijtje. Als je kijkt naar positiespel toen, positiespel nu, een wereld van verschil.
wat ze kunnen brengen. Als je kijkt naar pressing toen, eigenlijk non-existent, naar pressing nu. Ja, eigenlijk ze staan verreweg aan kop met die PPDA. Maar ook bijvoorbeeld als je het hebt over frisheid, fitheid, energie die ze in de wedstrijd kunnen leggen. Ja, zie ik ook een wereld van verschil ten opzichte van vorig seizoen. Ja. Je zag, vorig seizoen was het wel echt dat op dat vlak Feyenoord met de andere teams in de top het verschil maakte. En ja, PSV heeft dat gat gewoon heel snel kunnen dichten eigenlijk. In één voorbereiding hebben ze die groep fitter, frisser gemaakt. Waardoor ze eigenlijk net zoveel energie erin kunnen leggen. Ja, maar echt in een korte tijd. Feyenoord. En ook als je naar het transferbeleid gaat kijken. Ik dacht eigenlijk afgelopen zomer dat ze een fout maakten door niet in die kwetsbare defensie te investeren. Vooral een heleboel spelers te halen die scorend vermogen toevoegden. Nou, alleen, ik denk dat we zitten nu bijna halverwege het seizoen. Ja, dat je toch ook daar wel moet stellen dat ze het misschien redelijk goed hebben ingeschat met Dest, die in ieder geval snelheid toevoegt aan die verdediging. Thees aan de andere kant. Boskakli, die terug is, denk ik een hele belangrijke pion die eigenlijk te weinig genoemd wordt. Nou, Schouten ervoor als een soort luxe opruimer. En voorin zoveel scorend vermogen. Met natuurlijk ook nog Peppi, die er iedere keer in komt achter Luc de Jonge. Die heeft die paar minuten, zie je hem altijd, dat hij met energie smij doelpunten wil maken. Die Tilman als hij erin komt. Dat is ook wel lekker, want je krijgt gewoon een heel ander type in de spits. Maar met Tilman krijg je bijvoorbeeld ook Tilman-Til ook totaal verschillende types. Je kunt gewoon ook variëren in wat een wedstrijd nodig heeft. En die luxe heeft Peter Bos wel gewoon echt extreem. Nou ja, bijvoorbeeld als je Noah Lang nu pakt. Ja, die komt nu terug van de blessure. Ja. En dat was dé bepalende speler de eerste weken bij PSV. Daar kwam eigenlijk al het gevaar, al de dreiging vooraf. Het was lang. En die valt weg. En Lozano die komt erin. En die maakt een hat-trick tegen Ajax. Ja, die is toch ook op zijn manier, ook in deze wedstrijd weer, bij die rode kaart is je betrokken, bij die 2-0 is je betrokken. Ja. Het is toch een speler die altijd wel bij bepalende momenten, dat die er dan bij is. Wat in dit geval denk ik extra knap was, omdat hij in Mexico helemaal kwam. En dan meteen weer op zaterdag moest spelen. Maar ja, dat zie je denk ik terug bij PSV. Dat, daar is ook zoveel kwaliteit en zoveel wapens. Als je ook een interview zag met Oosting voor de wedstrijd, dan hoorde ik hem eigenlijk al zeggen van we willen eigenlijk al hetzelfde doen als tegen Feyenoord. Maar deze speelt denk ik in die wedstrijd tegen Lans ook heel erg mee. Waar PSV heel veel lange bal heeft gespeeld op Luc de Jong. Dat hij zegt, ik weet niet zeker of we het wel echt helemaal vast moeten zetten. Want dan gaan ze misschien de lange bal hanteren op Luc de Jong. En dan komen we alsnog in de problemen. En daar zie je denk ik ook al aan dat PSV zoveel wapens heeft. En ook zoveel variatie heeft. Dat waar Twente weet tegen Feyenoord, we kunnen het gewoon helemaal vastzetten. En als ze lange bal spelen, zijn we in het voordeel. Want ze tegen PSV, dat er toch een is dat ook het verschil gelijk tussen zondag heb je natuurlijk de wedstrijd tussen PSV en Feyenoord. Is dat toch ook gelijk het verschil tussen PSV en Feyenoord? Dat het voor Bos relatief makkelijk in te schatten is wat hij kan verwachten bij Feyenoord. Maar dat het voor Slot wat lastiger is? Dat denk ik ook, ja. En je zag natuurlijk de vorige keer ook dat Feyenoord heel veel moeite had. Dat gaf Slot de afloop ook toe. Om druk te krijgen op Veerman in die wedstrijd. Nou, misschien gaat Feyenoord nu wel nog agressiever door. Alleen dan loop je natuurlijk wel het risico, als je dat doet, dat PSV lange bal op Luc de Jong gaat spelen en dat ze van daaruit tot voetbal gaan komen. Ja. En tegen Feyenoord weet je, ook al is het lastig, maar als je daar druk krijgt op die opbouw, dan heb je meteen het hele spel voor Feyenoord ontregeld. Dus ik denk dat PSV op dit moment veelzijdiger is dan Feyenoord. Ja, precies. Nou, laten we Feyenoord er gelijk even bijpakken. Winnen van Excelsior, Giménez is natuurlijk op schot, is in vorm, maar hij deed op een gegeven moment dit naar het publiek, dat hij 3 keer heeft scoord. Maar heel eerlijk, hadden er 5 moeten zijn. Ja, die kreeg echt kansen. En dat viel sowieso op bij deze wedstrijd voor Feyenoord. Hoe makkelijk ze voetbalden, hoe makkelijk ze richting kansen spelen. Alleen, dan zie je wel dat ze moeite hebben om dat vroeg tot uitdrukking te brengen in de stand. Er worden ook achterin weer wat fouten gemaakt. Waardoor ze ook weer makkelijk 2 tegengoals krijgen. En daarin zie je toch ook nog wel een verschilletje tussen Feyenoord en PSV. Dat afmaken van de kansen. Heb ik heel erg het idee dat bij PSV dat die dodelijker zijn op dat soort momenten. Ja. En 2 is dat die makkelijke goals weggeven. Dat gebeurt op dit moment ook minder bij PSV. En ik denk ook dat dat deels te maken heeft met waar we net over hadden. Dat PSV ook weet dat als ze in de problemen gebracht worden, dat ze een ontsnappingsroute hebben met Luc de Jong, waar Feyenoord moet opbouwen. Want dat is voor hen de enige manier om tot kansen en doelpunten te komen. Ook heel veel via die langlopende aanvallen. Nou, dat kunnen ze geweldig goed. Dat zag je ook in deze wedstrijd weer. In dat positiespel zijn ze gewoon de beste van Nederland. Ja. Alleen, voetbal is meer dan positiespel. En op die andere onderdelen. Ja, maar toch is dat wel geniet, want die goal van Timber, dat is wel Feyenoord te voet uit. Klopt.
Ja, en ze staan ook sky high in de Eredivisie als je praat over aanvallen van 10 plus passes. En ook aanvallen van 10 plus passes waarmee ze dan uiteindelijk in de 16 nog tot een schot komen. En tegelijkertijd laat het ook wel zien de kwetsbaarheid van dit elftal. Want ze hebben niet een Lang of een Lozano of een Bakayoko die vanuit het niets heel makkelijk tot doelpunten komt. Minté, die komen er weer in. Die maken meteen weer een actie. Ja. En dan zie je hoe makkelijk het ook kan zijn om doelpunten te maken. Alleen op dit moment is hij, Ivanovic, die begon natuurlijk goed. Komt in die blessure, die komt nu terug. En net niet Partial van goed begin aan het seizoen. Die heeft ook een terugval. Ik leid natuurlijk ook een van die tegengoals in. Zit er niet heel lekker in. En dat geldt een beetje voor die spelers aan de zijkant bij Feyenoord. Ja, van Jan Baks kan je het überhaupt niet verwachten dat hij dat gaat maar al die onzekerheden, als je die meeneemt naar de wedstrijd van zondag. We kunnen wel zeggen, het is pas december op dat moment. Maar het is natuurlijk al wel een finale als je ziet wat de afstand is tussen PSV en Feyenoord. Ja, 7 punten. En dat als het dus gaat gebeuren dat PSV daar wint, dan trek je hem naar 10 punten. En dan is het al bijna een... Kan de schaal dan al uitgereikt worden? Nou, niet uitgereikt worden, maar die kloof wordt dan wel heel lastig overbrugbaar. Ja, een gat van 10 punten, dat loop je niet zomaar in. Omdat dan A, PSV heel veel punten moet verspelen. Maar ook B, Feyenoord dan alles moet blijven winnen. En dat is natuurlijk het aparte aan dit seizoen, zoals het slot het ook zei. Van, op alle vlakken is Feyenoord beter dit seizoen ten opzichte van vorig seizoen. Dus ze creëren meer kansen. Maar dat zegt over de reuzesprong van PSV. Precies. Dat is natuurlijk het grote probleem waar Feyenoord op dit moment tegen vecht. Ja, en zondag zit er maar één ding op voor Feyenoord. Ja, dan moeten ze het laten zien. Ja. En ze moeten eigenlijk winnen van PSV. Dus daar daalt dus in de wedstrijd. Daar staat voor Feyenoord gewoon heel veel druk op. Ja, en het voordeel is, komende vrijdag gaan we live met Martijn Krabbenam. Jij zit ook aan tafel. Dan kunnen we natuurlijk alles vragen aan Martijn. Dus ook in de chat kunnen mensen alles vragen als het gaat om Feyenoord. Want het wordt natuurlijk de wedstrijd voor Feyenoord aanhaken of afhaken. Wij laten Ajax voor dat is, we laten AZ voor dat is, want we hebben straks ook nog het rondje Eredivisie. We gaan even naar het buitenland. Mm-hmm. Het meest gelezen item had betrekking tot de goal van Garnacho. Ja. Jeetje, als je dan de Garnacho, denk jij meer aan Rooney of denk je meer aan Van Basten? Meer Rooney, maar dat is ook de context Manchester United dat doelpunt valt. Dat is echt niet te geloven, wat een doelpunt. Ja, en helemaal, het is een hele rare speler, omdat hij loopt natuurlijk continu over dat veld met een flair alsof hij het achtste wereldwonder is. En ja, tot nu toe, hij gelooft wel in zichzelf. Ja, en tot nu toe dit seizoen speelde hij totaal. Ja, volgens mij had hij nog geen doelpunt gemaakt in de hele Premier League dit seizoen. En dan komt zo'n bal. En hij heeft alsnog, weet je wat, die flair en dat zelfvertrouwen om dan te denken van waar die bal komt. Ja, ik heb dit seizoen nog geen deukende pakke bootje geschoten. Maar natuurlijk, omhaaltje. Ik zie die bal er even mooi, in. En dan gaat hij er ook in. Ja, ik kan er toch ook wel van genieten dat je... ongeacht zeg maar alles wat op je afkomt. Op hem is natuurlijk ook veel kritiek afgekomen in die mindere fase van United. Die trouwens in de mindere fase waarin ze zitten 5 van de laatste 6 Premier League wedstrijden hebben gewonnen. En die enige nederlaag was tegen Manchester City. Dus dat kan. Ja, voor een mindere fase zijn dat best aardige prestaties. Die United, en dan zo'n doelpunt maken. Ja, dat zegt denk ik wel veel over die jongen die gewoon... Ja, totaal onbevangen. Hij doet me in die zin een beetje denken aan Noah Lang. Dat... Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ja, ja hij laat ik het zo zeggen. Het is echt wel leuk om naar te kijken. Er gebeurt altijd iets. Ik zie hem maar zo het roept interview... ook altijd een beetje weerstand op. En ik zie hem ook zo'n interview geven dat hij zegt... ik heb Manchester United weer heet gemaakt. Ja, goed, hè? Ja, maar toch is dat wel een beetje aan de andere kant. Je kunt er van alles van vinden. Maar met Noah Lang bijvoorbeeld, ik vind dat hij kleur geeft. 100%. Op sommige vlakken. Ja. En dit is natuurlijk, het is ook wel lekker soms als een speler op het veld loopt, als hij het niet heeft, Garnacho. Dan kun je ook enorm aan hem ergeren. Ja. Maar er gebeurt wel iets. Maar dat heeft de supporter ook nodig. Hè? Als het dan even niet loopt, dan moet je iemand hebben waar je op kan zeiken. Precies. En die rol van Zonderbok die kan hij ook prima vertolken. En, precies. Ik heb zaterdag trouwens ook wel echt zaterdag 2:30. Daar ga je ervoor zitten. Oh man. Heerlijk. Ja, dat was het beste wedstrijdje wat ik dit weekend gezien heb. Dat maakt ook meteen je hele weekend goed. Ja, het enige wat ik daarover wil zeggen... want we moeten natuurlijk wel wat minutie overhouden... voor Suleiman en Matthijs in de VU Uncensored. Dat druk zetten bij City, heeft dat nou zin of niet? Dat is toch niet normaal? Onder alles voetballen ze uit. Ja, en ik vond twee kanten geweldig, hoor. Ik vond echt, over en weer was het echt geweldig. Maar soms denk ik wel eens van... ze zijn echt allebei expert in het druk zetten... maar het onder druk zetten van elkaar, dat is bijna onmogelijk, lijkt het wel. Klopt, ja, waanzinnig hoog niveau. En ik vond het ook wel leuk dat je dan in zo'n wedstrijd ziet dat die Nederlanders zich ook op een hele positieve manier onderscheiden. Want het is eigenlijk dé wedstrijd van het topvoetbal op dit moment.
City tegen Liverpool, een soort van de moderne kraker. Als je dan nog ziet, Van Dijk, ja, die was weer op zijn Van Dijks bezig daar. Ake, hoe hij dat doelpunt voorbereidt, maar überhaupt hoe hij Salah daar aan het bestrijden is fantastisch. Ja. Als je dan die 1-1 bekijkt en je kijkt naar die rol van die twee Nederlanders, dus Gravenberg, die op zijn Gravenbergs links naar voren dribbelt, eigenlijk 20, 30 meter oprukt met die bal aan de voet en daarmee aan de basis staat. En dan Gakpo met een loopactie, zeg maar zo'n loopactie waarvan je hoopt dat meer spelers, ook als je naar de Eredivisie kijkt, dat je dit soort loopjes maken. Dus ja, die bal is op rechts bij Salah. Ja, je hebt loopjes maken en loopjes herkennen. Hè? Dus dat maakt ook nog wel uit. Ja, maar deze was ook niet voor hemzelf. Omdat hij maakte een loopje. Ja, eigenlijk het was onmogelijk dat Salah daar ging aanspelen. Alleen Bernardo Silva moest wel mee. En daardoor ontstond op randje 16 die ruimte aan de binnenkant voor Ja, maar dan komt nog steeds dat stukje herkennen. Dus op het moment dat die ruimte dus getrokken wordt. En dat is wel, ja, dat zit daar zo in de details. En dat klopt zo extreem. En daarom zeg ik van, natuurlijk zien wij in Nederland echt mooie wedstrijden. Maar dit zie je gewoon niet. Dat is ook logisch. Klopt. Maar dit is gewoon echt van de buitencategorie. Ja, waanzinnig niveau. En ook dat Alexander-Arnold. Je hebt een halve centimeter daar. Want er wordt inderdaad een gat getrokken. Maar het is niet een gigantisch gat. Als je dan meteen pam afdrukken doet. Want de wedstrijd verdiende toch ook geen winnaar? Dat zou de ene ploeg tekort gedaan hebben, toch? Ja, of twee winnaars. Ja, maar je begrijpt toch wel. Het verdiende geen verliezer. Nee, precies. Dat is het. Dat ben ik met je eens. Ja. En ja, dat was een heerlijk voetbalfeest. Ik denk trouwens, als er een winnaar had moeten zijn, dan City, want die speelde wel wat kansen bij elkaar. Maar ja, het was gewoon, denk ik, vooral genieten voor de neutrale toeschouwer. En er zitten de komende periode ook wat toppetjes aan te komen in Engeland. Dus precies. Stoelriemen vast en gaan. Ja, dan sluiten wij deze ZSM af met de rentree van Memphis. Hij viel in 8 minuten voor tijd, met een nieuw kapsel. Maar het belangrijkste is, hij is weer terug. Zeker. Dat is goed nieuws voor Nederland. Dat denk ik wel, dat denk ik wel. Ja, we hadden hij is een speler natuurlijk nu met Morata en Griezmann voorop. In deze wedstrijd kwam ook nog Correa, die stond in de basis. Griezmann dus maakte overigens de 1-0 tegen Mallorca. Ja, enige doelpunt van de wedstrijd. Nou, we gaan ze dinsdag zien tegen Feyenoord. Ja, ik kan ook wel vast verklappen dat Memphis daar niet gaat spelen. Dus dat gaat denk ik gewoon weer, want Correa was ook niet super. Ik denk dat het gewoon weer Griezmann gaat worden samen met Morata. En ja, Morata doet ook wel dermate goed. Zijn planting had ook een stuk over hem op VE Pro. Dat het ook niet zo is dat Memphis meteen daar weer terugkeert in de basis. Maar het is denk ik goed dat hij in ieder geval weer fit genoeg is om te spelen. En misschien is het juist ook wel goed voor hem dat hij dan niet terugkomt op een manier dat het, zeker bij zo'n speler die uit verschillende blessures komt, kan soms heel riskant zijn dat hij komt terug, meteen weer alles spelen en dan zie je dat ze heel snel weer vaak meteen weer geblesseerd raken. En dat hij eigenlijk nu door omstandigheden, omdat hij op de bank terechtkomt, dat hij misschien rustiger kan opbouwen en dat hij ook daadwerkelijk fit blijft. Want dat zou richting het EK voor Nederland natuurlijk wel goed nieuws zijn. Ja, absoluut. Overigens deze week heel veel voetbal. We volgen Feyenoord op de voet, PSV op de voet, Ajax op de voet. We blikken vooruit naar de topper in de Eredivisie. Ja kortom, je moet VE Pro hebben, Pieter. Zeker. Dat kan niet anders. Kan niet anders. Precies. Pieter, dankjewel. En jongens, jullie bedankt voor het kijken of voor het luisteren. Vandaag om 11:30 de live show met Matthijs en Sulemans. Dus wil je iets weten over het buitenlands voetbal, schakel dan vooral in en stel je vragen aan de mannen. En vanmiddag om 1:00 het rondje Eredivisie. Voor nu bedankt voor het kijken en voor het luisteren. En tot de volgende. Doei!